en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Goodiebox unboxing. Dat is dus deze box. Dit doe ik elke maand voor de mensen die Goodiebox niet kennen. Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo een beautybox krijgt met minimaal 5 beauty producten erin. En de waarde van de box is altijd minimaal 65 euro. En je betaalt er slechts 20 euro in de maand voor. Dus dat is altijd top. Ik vind het echt altijd een super leuke box. Ik krijg hem ook elke maand. Na elke maand ga ik hem hier unboxen op mijn kanaal samen met jullie. Als je de box al hebt, dan kunnen we dit samen doen. Als je de box nog niet hebt, dan kun je gewoon kijken naar hoe ik het doe. En mocht je willen abonneren, ik zet beneden een linkje in de beschrijving. Als je daarop klikt, kun je gewoon makkelijk abonneren op de box. Is dus 20 euro in de maand en het is maandelijks opzegbaar. Dus als je er niks meer vindt, dan kap je er gewoon mee. Het is echt een beautybox, dus de producten die erin zitten hebben altijd iets te maken met beauty. Dat kan make-up zijn, skincare, accessoires. Het kan van alles zijn. En het maakt mij juist altijd extra enthousiast, omdat ik niet weet van tevoren wat erin zit. Dus het is gewoon elke maand een soort van verrassing voor jezelf. En dat vind ik altijd super leuk. Dus ben je nu al benieuwd naar de box en vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dus de box van deze maand. Die is zo paars. Dus ik heb mijn paarse achtergrond er perfect op gematcht. Ik heb ook nog helemaal geen make-up op. Want wat ik kan aanbrengen, ga ik ook gelijk aanbrengen. Want dan kunnen we gelijk goed zien wat we van alle producten vinden. Bij elke box krijg je ook elke maand een e-mail met een uitleg van de box en alle producten. Elke box heeft ook een soort van thema. En die van deze maand is When in doubt, dance it out. En ik zal even snel voorlezen wat het precies inhoudt. De focus ligt op naar jezelf luisteren en durven gaan waar jij blij van wordt. Want zijn we geremd omdat we anderen proberen te pleasen, dat stopt hier. Met de goodiebox van deze maand willen we vrouwen laten zien dat je niet hoeft te luisteren of je te laten beïnvloeden door meningen en verwachtingen van anderen of zelfs van jezelf. Nou, dat vind ik echt een hele goede motivatie, want dat moeten we ook echt niet doen. Je moet gewoon altijd doen wat jij wilt. En daar gaat dus de box van vandaag over. Ik weet al wat erin zit en we hebben vandaag ook één extra product. Normaal zijn het 5 producten, maar af en toe meer. En deze maand hebben we 6 producten. Dus dat is ook weer extra leuk. Laten we gewoon snel gaan beginnen met deze box. Als je de box openmaakt, is dit wat je ziet. Alles is mooi ingepakt. En dit is dan alles wat erin zit. Oh. Nou, we gaan eventjes gewoon alles één voor één af. Het eerste product waar we mee gaan beginnen is een oogcreme. Van The Cure heb ik de Number Eye 5 Revitalizing Eye Repair Creme. Winkelwaarde is 79 euro voor 14 ml. Oké, dit is dan de oogcreme. De full size is 14 ml, maar wij krijgen 7 ml. Dus de helft van de normale size. En dit is dus gewoon een oogcreme. Dat vind ik altijd heel fijn. Ik hou van oogcremes en ik heb er niet echt heel veel. En er staat bij, deze eye repair is gemaakt met een verkoelend komkommer en ontstekingsremmend effect. En heeft het versnelde vermogen om je huid te herstellen. Nou, helemaal top. Die ga ik gewoon gelijk eventjes aanbrengen van The Cure. The Cure is een merk die vaker in deze boxen zit. Ik vind het best wel gewoon een oké merk. Oh, het is zo'n beetje lichtgroenig, net als de verpakking. En dan breng ik het gewoon zo aan hier onder mijn ogen. En ook een beetje op de oogleden. Mensen, vergeet ook niet hier zo naast je ogen. Want daar komen altijd de kraaienpoten. En dan kunnen we die een beetje, ja, hopelijk voorkomen. Dan dep ik het gewoon zo in. Ik denk dat ik iets te veel heb aangebracht, maar oké. Oké, het voelt gewoon goed aan. Het voelt gewoon aan als gewoon een normale oogcreme. Nothing special. Dit is wel iets wat ik vaker zou moeten gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Maar tot nu toe voelt het goed aan. Het trekt ook goed aan hier onder mijn ogen. Het voelt ook niet zwaar. Dat vind ik altijd niet zo fijn als een oogcreme een beetje zwaar aanvoelt. Want ja, je wilt niet dat het hier helemaal zwaar aanvoelt. Ja, is goed top eigenlijk. Ik heb er verder niks over te vertellen. Het ruikt ook naar... niks eigenlijk. Dan ga ik verder met een gezichtsmasker. Van Matte Masky heb ik de Blue Light Protection Mask. Winkelwaarde 49 euro. En wij hebben de full size. Dit is een leave-on gezichtsmasker. Dus deze kun je aanbrengen en hoef je niet meer van je gezicht af te halen. Er staat ook bij dat het je gezicht beschermt tegen blue light. Blauw licht. Dat zijn de lichten die afkomen van je telefoon en zo. Die beschadigen ook je huid. En er staat op dat deze hiervoor beschermt. En dat komt van je phone, van je laptop, van al die computerschermen, al dat licht wat ook jouw gezicht kan beschadigen. Deze helpt daartegen te beschermen. En er staat bij, dit wondermiddel helpt je huid te verzachten, vergroot je elasticiteit en voorkomt fijne lijntjes. Je brengt gewoon
eerst je normale verzorging aan en dan dit masker. En je hoeft hem er dus niet af te halen. En dan ben je de hele dag beschermd tegen al dat blauw licht. Wat doet dat blauw licht nou precies? Het maakt je huid een beetje droog en gevoelig. Mijn huid is letterlijk droog en gevoelig, dus dit is ideaal voor mij, denk ik. Het is gewoon zo wittig. Het voelt niet heel dik aan, het voelt best wel gewoon dunnig aan. Oeh, het ruikt echt heerlijk, jongens. Dit voelt echt top aan. Dit is ook echt ideaal voor mij, want ik zit letterlijk heel dag in blauw licht. Omdat ik mijn video's maak, ik doe editen achter mijn computer, ik zit op mijn phone. Mijn hele baan heeft te maken met social media en continu op het internet zitten. Dus mijn gezicht zit continu in dat blauwe licht. Dus dit is echt ideaal voor mij. Het smeert ook gewoon gelijk uit. Als ik één ding haat, is als ik een crème smeer en het mijn hele gezicht wit maakt. En ik dan een minuut lang moet blenden, insmeren, voordat dat wittige weggaat. En dat doet deze niet. Zoals je zag, je smeert gewoon een beetje in. Het wordt eventjes wit en het smeert gelijk gewoon goed uit. En dat vind ik heel erg fijn. Het ruikt echt heerlijk. Ik vind het echt een heel fijn product. Ik vind het ook fijn dat we gewoon een full size hebben. Deze ga ik zeker voortaan gewoon elke dag gebruiken naar al mijn andere crèmes. I like it. Heel erg fijn. En het is by the way niet getest op dieren. Ook misschien leuk om te weten. Het volgende wat ik ook kan aanbrengen is een gezichtsprimer. Van Fix & Rouge heb ik de Ultra Prime Blurring Primer en Finishing Fix. Winkelwaarde €43 en wij hebben full size. Dit is dus een gezichtsprimer voor onder je make-up om je huid mooi egaal te maken. Ik zal even precies kijken wat hij nou echt precies doet. Het is een siliconenvrije formule, dus er zitten geen siliconen in. En het vervaagt onvolkomenheden. En verband glans. Het absorbeert overtollige olie voor een matte correctie. Dus dit gaat echt ideaal zijn, denk ik, voor vooral mensen met een vettige huid. Heb ik niet, maar ja, whatever. En er staat ook, het egaliseert je huid en fixeert foundation om de tint fris en vlekkeloos te houden. Dus het maakt je huid helemaal mooi egaal, helemaal klaar voor de foundation om het mooi smooth te maken. En vermindert onzuiverheden en puistjes bij dagelijks gebruik. Nou, helemaal top. Nou, je kunt het op twee manieren aanbrengen. Of je brengt het gewoon aan over je hele gezicht. Als jij een super, super vette gezicht hebt, breng het gewoon aan over je hele gezicht om het mooi smooth te maken. Of breng het alleen maar aan op je T-zone. Dat is dus dit gebied. Dit helemaal hier. Je kin, je neus en hier zo een beetje bij je voorhoofd. En een beetje hier zo voor bij de poriën hier zo. Dat is je T-zone en die is meestal het meest vettig bij mensen. De rest van het gezicht is vaak niet echt heel erg vettig. Dus vaak doen mensen gewoon zo een matte primer aan, alleen maar aanbrengen op de T-zone. Ik heb letterlijk helemaal een normaal tot droge huid. Dus bij mij is bijna niks vettig. Maar ik moet zeggen, met de zon en zo, als mijn gezicht een klein beetje vettig wordt, dan is het altijd vooral bij de neus. Dus inderdaad ook weer de T-zone. Dus ik ga deze ook gewoon alleen maar aanbrengen daar. Ik vind de verpakking by the way super super cute. Het is ook zo licht roze. Dat matcht perfect met de verpakking. Dan een beetje hier aan. Een beetje hier. Ik heb er wel weer iets te veel gepakt. Oh my god. Ik merk ook gelijk dat er geen siliconen in zitten. Want hij is super creamy en super dun. Vaak als dat er wel in zit, dan wordt het een beetje zo gladjes. Een beetje zo dikkig, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat doet deze niet. Dus dat vind ik wel top. Ik weet ook dat echt heel veel mensen dat echt helemaal niet fijn vinden. En dan gewoon een beetje zo goed indrukken op de plekken waar je het goed wilt aanbrengen. Het maakt inderdaad echt een beetje mat. Ik zie dat echt gelijk. Oké, ik ben heel benieuwd. Mensen die deze box hebben en een vettige huid hebben, laat ons even weten hoe goed deze werkt. Ik zie echt wel dat hij mijn gezicht een beetje mat maakt. Maar ik ben gewoon benieuwd naar mensen die echt een vettige huid hebben, hoe goed hij het nou echt mat maakt. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Maar voor nu voelt het gewoon goed aan. I like it. Het volgende is een haarmasker. Van Simply Essentials heb ik hier de Mono de Tahiti Hair Mask. Winkelwaarde €5 voor 150 ml. 150 ml is dus de full size. Wij hebben niet full size. Wij hebben 75 ml. Maar alsnog heel erg veel. Hier kun je echt wel eventjes mee doen. En er staat dat het geschikt is voor droog haar. Ik heb echt super droog haar. Echter heb ik normaal krullen. Ik heb nou even gesteld. Maar ik heb normaal krullen. En ik gebruik echt specifieke haarproducten voor krullen. Ik gebruik niks anders. Dus deze kan ik helaas niet gebruiken. Ondanks het feit dat hij geschikt is voor droog haar. Ik zou het misschien wel kunnen gebruiken. Dan moet ik even naar alle ingrediënten kijken. En dat soort dingen. Maar ik hou het toch altijd gewoon liever op al mijn vaste krulhaarproducten. Dus deze ga ik niet gebruiken. Maar deze ga ik in een winactie doen. Mensen ook weer met deze box. Laat ons weten wat je van dit haarmasker vindt. Er staat bij dat het een geweldig vochtinbrengende crème is. Die de vitaliteit van je haar voedt en herstelt. Het masker werkt intensief en effectief tegen schadelijke invloeden van de zon en de wind. En het ruikt naar een heerlijke tropische cocktail. Oh, je moet het aanbrengen op handdoek droog.
droog haar en laat het 3 tot 5 minuten inwerken en spoel het uit. Nou ben ik wel stiekem heel benieuwd naar die, heerlijke tropische cocktailgeur. Ja, dat klopt. Het heeft inderdaad echt een heerlijke geur. Oh, I like it. Top, deze ruikt heerlijk. Nou, deze ga ik dus in een winactie doen. Dan heb ik hier, even kijken, een lip scrub. Van Seraphine Botanicals heb ik hier de Sugar Plus Lemon Moisturizing Lip Buffer. Winkelwaarde €24 en wij hebben full size. Dit is dus een lip scrub om je lippen goed mee te scrubben. Ben ik ook weer heel blij mee, want niet alleen mijn huid is droog, maar mijn lippen zijn ook droog en ik scrub ze altijd. Dit is de verpakking, maar het product zit erin. Dus ik ga hem even openmaken. Ook weer heel fijn dat we full size krijgen. Dan maak je hem gewoon zo open en dan is hier de lip scrub. De mix van zachte suikerkristallen met een rijke voedende basis van zalf exfolieert en voedt je lippen. Gemaakt van avocado, apricoos, jojoba oliën en cacao boter. Een groot hydratatiefeest. Nou, dat klinkt allemaal heel erg top. Ik ga het gewoon eventjes aanbrengen op mijn lippen. Ik heb nou niks zitten op mijn lippen. Ik heb ze ook nog niet gescrubd vandaag. Ik heb ze al eventjes niet meer gescrubd. Ruikt heerlijk naar limoen. I love it. Echt zo'n fruitgeurtje. En het is echt zo'n fel geel product. Nou, laten we even gaan scrubben. Oh, die geur is echt, mensen, heerlijk. Het ruikt gewoon naar snoep. Ik wil het gewoon bijna eten. Het ruikt naar zo van die fruitsnoep. Ik scrub ook nog zo extra altijd met een wattenschuifje, omdat het dan echt nog beter scrubt. Even weer mijn NYX olie op mijn lippen doen. Die heb ik altijd op mijn lippen in mijn video's. Hele, hele fijne scrub. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. Ik moet zeggen, ik ben echt tevreden met alles wat ik vandaag heb aangebracht. Mijn gezicht, mijn lippen, alles voelt gewoon top aan. Ik ben echt heel goed geprept. Ik ga me ook straks opmaken, want ik moet hierna een andere video maken die wel over make-up gaat. En het voelt nou echt alsof ik echt de perfecte basis heb om te beginnen aan die video. I like it. Dan als laatste een beetje een apart product. Ik weet niet zo goed wat dit nou echt is. Van Oslo Skin Lab heb ik de Solution Anti Wrinkled Collagen. Winkelwaarde €39,80 voor 28 dagen gebruik. Oké, de full size is dus voor 28 dagen gebruik. Wij hebben een pak met 5 sticks, dus voor 5 dagen gebruik. Dus niet de volle maand. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar oké. Dit is dus iets wat je moet eten. Ik ga hem gewoon eventjes openmaken. Dit is het allemaal. Dit zijn allemaal zo van die poeders. Ik heb nog nooit iets gehad in de box wat je echt moet eten. Ik ben echt intrigued. Dit wondermiddel helpt je huid te verzachten, vergroot je elasticiteit en voorkomt fijne lijntjes. Dit is dus iets wat heel goed gaat zijn voor je huid. Met dit 5 dagen pakket krijg je de kans om je poeder in je koffie, yoghurt, smoothie of simpelweg met water te vermengen. Voor als je deze anti-rimpelreis door wilt zetten, hebben we een speciale voucher in de box gestopt met maar liefst 60% korting op je eerste aankoop. Dus mocht je een pakket willen voor de hele maand, dan heb je ook gelijk 60% eraf. Dat is top. Oké, dit is dus gewoon een poeder die je moet mengen met van alles. En dan moet het ervoor zorgen dat je huid er beter op wordt. Maar dan van binnenuit. Nou, van binnenuit is altijd beter dan van buitenuit. Want alles begint altijd van binnen. Dus dit is echt top. Ik ga dit zeker gebruiken. Ik heb helaas geen rimpels. Dus ik zou niet echt heel goed kunnen zien of het nou iets doet. Maar voorkomen is beter dan genezen. Dus ik ga dit gewoon random in al mijn drinken en een vla en al die dingen doen. En ja, ik denk niet per se dat ik heel veel verschil ga zien, want ik heb er sowieso maar 5. Maar ik ga het toch gewoon doen. Het zal toch wel gewoon iets doen. Dus dit is ook iets wat ik niet nu kan aanbrengen, maar ik ben hier wel heel benieuwd naar. En ik vind het echt een heel leuk concept. Nou mensen, dit was dan de hele box met alle 6 de beauty producten. Ik vind het echt een leuke box. Ik vind alle producten weer heel leuk. Ik ben blij dat ik 5 van de 6 producten ook echt kan gebruiken. Mijn huid, mijn lippen, alles voelt super, super fijn aan. Deze poeder ga ik zo meteen gelijk proberen, want ik ben ook benieuwd of het vies is, of dat het mijn vla heel vies gaat maken of waar ik het ook in ga doen. Dat laat ik jullie zometeen even weten in beeld. Maar al met al ben ik heel blij met de producten. Ik ga ook alles houden. Het enige wat ik weg ga doen is het haarmasker. Die gaat in een winactie om een van jullie de blij mee te maken. Maar de rest ga ik zeker gebruiken. I like it. Laat me ook weten wat jij vindt van de box als je hem al hebt. En als je graag wilt abonneren, beneden staat dus een linkje. En dan kun je je gewoon makkelijk aanmelden voor €20 in de maand. Nou, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hierboven in beeld om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!